Wouda van de Eemstadboerderij. Ik heb hier die Eemstadboerderij georganiseerd op dit land. Dit land dat heb ik in gebruik van Vathos gekregen voor 3 jaar. Dit is het tweede jaar en ook het tweede oogstfeest. En ik teel hier aardappels en pompoenen. En dit jaar staat er ook mais voor veevoer. En volgend jaar hoop ik weer wat meer suikermais ook zelf te verbouwen. En het leuke van dit is dat je het gewoon hier direct zo naast de huizen, ja dat zien jullie vanaf deze kant niet, maar naast de huizen doet, naast de buurt Vathorst. Dus mensen kunnen zo wandelend vanuit Vathorst de velden komen bekijken en zien waar aardappels en pompoenen en mais vandaan komt. En dat zie je dus ook vooral op deze dag gebeuren, dat mensen dat graag willen beleven. Ik deel mijn producten zoals een biologische boer dat ook doet. Het is niet gecertificeerd biologisch, omdat dit land tijdelijk is. En dat certificeren kost gewoon al 2 jaar voordat je dat krijgt. Maar ik deel gewoon zonder te spuiten, zonder kunstmest, met biologische mest en gewoon zo duurzaam mogelijk. Bijvoorbeeld de aardappels dit jaar, het was een heel slecht jaar voor aardappels. Want als je niet tegen Phytophthora spuit, dan waren ze zeg maar eind juli waren ze allemaal zo ziek dat het loof allemaal dood ging. Dus dan groeien de aardappels niet meer. En dan heb je gewoon een lagere oogst. En ook heel veel kleine aardappeltjes. Maar ook dat soort dingen kun je gewoon op deze manier aan de mensen uitleggen. Van kijk, ik heb heel veel kleine aardappeltjes. Dus we gaan dit jaar gewoon meer kleine kriel aardappeltjes eten. Ik wil ze niet weggooien. Want het zijn toch duurzaam geteelde aardappeltjes. Maar dan ziet men ook van nou, het ene jaar heb je een betere oogst en een andere oogst. En ook dat soort dingen aan de mensen uitleggen is denk ik heel belangrijk in deze tijd. Zag een vies en poepoe.